FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Navetto. Na het heugelijke nieuws over de contractverlenging van Wim Jonk, eerder deze week staat de selectie zoals gewoonlijk weer vol energie op het veld. De verbluffende slotfase tegen FC Emmen brengt FC Volendam met 23 punten op de 14e plek en plaatst zich daarmee boven Excelsior. Ondanks de tactiek is de trainer positief. We hebben daarvoor gekozen om een intentie te hebben om langer met elkaar door te gaan. Nou, dat is positief. Binnen alle struggelingen die er op dit moment zijn, is dat een goede zaak. Als je natuurlijk weet wat ik al heb naar buiten heb gebracht, wat er allemaal gespeeld heeft en speelt, ja, dan is dat natuurlijk niet altijd even plezierig. Dus dat is wel duidelijk. Maar we zijn natuurlijk met iets bezig om iets neer te zetten. En wat ik al vaker heb gezegd, het moet niet alleen over Wim Jonk gaan of over Jan Smit of wie dan ook. Het moet in belang zijn van FC Volendam. En uiteindelijk moeten wij ons dat wij eigenlijk niet meer nodig zijn. Uiteindelijk moet je daar naartoe werken. En dat is ook gezond, hè? Dat op een gegeven moment weer andere mensen het overnemen. Maar wel in dezelfde lijn die de club voorstaat en waar de club voor staat. En daar lag wel wat spanning in. Jonk kijkt voorzichtig naar het toekomstperspectief van de club. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je een bepaalde weg ingaat en dat je weet welke stappen er nodig zijn om die plannen die je hebt om standvastig in de Eredivisie te komen en te blijven. Wat er allemaal voor nodig is vanuit de organisatie, maar ook middelen die nodig zijn om team te versterken, je staf te versterken. Al die zaken die nodig zijn om de volgende stappen te maken. Komend weekend staat Feyenoord op het programma. Een sterke ploeg volgens Jonk. Wij moeten gewoon ons huid gewoon zo goed mogelijk verkopen en voor onze kansen gaan die je altijd krijgt. En natuurlijk weet je dat het een ontzettend moeilijke wedstrijd is in de Kuip. Prachtig stadion. Daar moet je ook van genieten. Maar we moeten daar niet alleen een toeschouwertje zijn. We moeten echt wel ons huid duur verkopen. En dat kunnen wij. En dat moeten we zondag doen. Toch kijkt Jonk liever naar de eigen kwaliteiten. Ja, gewoon je eigen dingen waar je dingen goed hebt gedaan, maar ook dingen die je weer kunnen verbeteren. Maar je kijkt weer vooral ook weer naar je eigen dingen, maar ook weer naar de kwaliteit van Feyenoord. Want je weet waar hun sterktes vooral zitten en ook wel hun kwetsbaarheden. Maar ja, daar moet je eerst in terecht zien te komen en dat is al een hels karwei voor ons. En daar zullen we met z'n allen keihard voor moeten knokken. Feyenoord is een terechte koploper. Nou, ik denk dat Feyenoord vooral een hoge intensiteit kan spelen, met een hoog ritme kan spelen. Tegenstanders natuurlijk weinig tijd geven. Nou, daar moet je mee om kunnen gaan en daar moet je rustig kunnen blijven. En ook jouw positiespel proberen toch voor elkaar te hebben. Ja, dat vergt iets. En Feyenoord heeft veel afwisseling, veel diepte in het spel, veel bezetting voor de goal. Nou ja, dat... Goeie ploeg. Nou, mooie ploeg voor Nederland, voor het Nederlands voetbal al jaren. De laatste jaren gaat het uitstekend met Feyenoord. Het is alleen maar goed voor het Nederlands voetbal. Wim Jonk gaat met een goed gevoel richting de Kuip. Nou, dus elke wedstrijd begin je altijd met een bepaalde gezonde spanning. Maar het moet niet ongezond worden. En tegen Emmen had je wel fases dat ik denk van hoe is het godsnaam mogelijk. Weet je, wat er vlak na de rust dat je zo'n goal weggeeft. En voor rust natuurlijk een aantal keren dat je dingen laat gebeuren die onnodig zijn. En je weet dat Emmen dan een goede ploeg heeft om jou het moeilijk te maken. Maar dat lieten we ook een beetje zelf gebeuren. En ja, dat bedoelt hij daar denk ik mee. En dat is ook een les die we elke keer moeten trekken. En dat gaat na de winterstop iets beter dan voor de winterstop. Zeker in bepaalde fases. Natuurlijk spelen we wat compacter. Maar het gaat altijd om details. De wedstrijd Feyenoord-FC Volendam is zondag live te volgen op het hoofdkanaal van ESPN, het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram. De aftrap in de Kuip is om 8 uur.